Ieder jaar sterven er ongeveer 45.000 mensen in Nederland aan kanker. En deze ziekte is in de afgelopen jaren zelfs doodsoorzaak nummer 1 geworden. Waarom kunnen we kanker nog niet genezen? Om die vraag te beantwoorden, moet ik je eerst wat vertellen over de cellen in je lichaam. De cellen in je lichaam die delen constant. 1 cel wordt er 2, 2 worden er 4, enzovoorts, enzovoorts. Dat doen ze om bijvoorbeeld je haren te laten groeien, je nagels te laten groeien of om oude kapotte cellen te vervangen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de cellen van je mond of je slokdarm als je iets te hete koffie naar binnen giet. Die kunnen dan beschadigd raken. Ons lichaam maakt nieuwe cellen aan om die beschadigde cellen te vervangen. Het aantal cellen in je lichaam is dus altijd in evenwicht. En terwijl ik hier sta, is er vast wel een cel in mijn lichaam die aan het delen is. En dat delen, dat doen ze volgens bepaalde regels. En die regels die zijn vastgelegd in je DNA. En die regels die geven aan hoe vaak een cel mag delen, maar ook wanneer een cel mag delen. Maar hoe ontstaat kanker dan? Als je bijvoorbeeld te lang en te vaak in de zon gezeten hebt, kan je DNA beschadigd raken. Als dit gebeurt, kunnen ook de regels waar een cel zich aan moet houden veranderen. Zo kan een cel bijvoorbeeld continu het signaal krijgen dat die moet blijven delen. De cel houdt zich dan ook niet meer aan het evenwicht en blijft nieuwe cellen maken. Als dit gebeurt, ontstaat er dus een hompje cellen. En dat noemen we een gezwel. Een gezwel kan goedaardig zijn of kwaadaardig. In geval van kanker spreken we van een kwaadaardig gezwel. Een kwaadaardig gezwel moet voldoen aan 2 voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat de kanker de normale functie van het orgaan kan verstoren. Bijvoorbeeld een tumor in de darm die ervoor zorgt dat je een verstopping krijgt. De tweede voorwaarde is dat het kan uitzaaien. Enkele tumorcellen kunnen loslaten in de bloedbaan terechtkomen en dan op een andere plek gaan groeien waar ze het fijner vinden om te groeien. Dat noemen we dan een uitzaaiing. Je kan dus kanker krijgen als het DNA van je cel beschadigd raakt. Ons lichaam is best slim. Die kan heel veel van dit soort schade repareren. Maar toch gebeurt het soms dat er een foutje er doorheen glipt. En hoe meer van dit soort foutjes er doorheen glippen, hoe groter de kans is dat je kanker krijgt. Het is dus een kwestie van kansen. En de kans om kanker te krijgen wordt verder uitvergroot door bepaalde factoren. Zoals omgevingsfactoren, ouderdom, erfelijkheid. Ja, en soms is het ook gewoon pech. Wat zijn dan die omgevingsfactoren? Nou, ik heb het al gehad over het zonlicht. In zonlicht zit UV-straling. En UV-licht maakt schade in het DNA van de huid, waardoor je huidkanker kunt krijgen. Maar ook in tabaksrook zitten er schadelijke stoffen, waardoor je schade kunt krijgen aan de cellen in je longen. En je dus longkanker kunt krijgen. En ook het overmatig gebruik van alcohol kan schade opleveren in de cellen van je mond, slokdarm, lever, maag, waardoor je kanker kunt krijgen in die organen. Voor ouderdom geldt dat hoe ouder je wordt, hoe groter de kans is dat gedurende je leven meerdere van die foutjes er doorheen zijn geglipt. En dit vergroot dus de kans op kanker. En dan de erfelijkheid. Maar een klein deel, ongeveer 5-10% van alle kankers is erfelijk. Als je een erfelijke vorm van kanker hebt, wil dat zeggen dat het foutje in het DNA al vanaf de geboorte in al de cellen van je lichaam aanwezig is. Je kan je dus voorstellen dat als je al zo'n foutje in het DNA van je cellen hebt, dat de kans ook groter is dat je een tweede of een derde foutje erbij krijgt. En dan nog het laatste punt. Soms weten we niet wat de oorzaak is van het ontstaan van die kanker. In dat geval noemen we het gewoon pech. Kanker is in sommige gevallen wel degelijk te genezen, vooral als het nog niet is uitgezaaid. In dat geval kun je de tumor wegsnijden, opereren of bestralen met radiotherapie waarbij je de tumor kapot maakt. Als de kankercellen in het bloed terecht zijn gekomen, wordt het lastig, want ze kunnen dan in principe overal in het lichaam zitten. In dat geval kun je die kanker meestal niet meer genezen. Gelukkig zijn er dan nog behandelingen mogelijk die ervoor kunnen zorgen dat een patiënt zo lang mogelijk en zo goed mogelijk blijft leven. Denk hierbij aan chemotherapie, waarbij de behandeling, de medicatie, in het hele lichaam terechtkomt. Maar chemotherapie is heel giftig. Het remt eigenlijk alle delende cellen in je lichaam, ook de goede. En daarom krijg je ook dus heel veel bijwerkingen. Zo kan het haar uitvallen. Bij chemotherapie hoop je eigenlijk dat de kanker eerder doodgaat dan de patiënt. Maar er is ook goed nieuws. Er zijn tegenwoordig nieuwe behandelmethoden zoals immunotherapie en gerichte therapie. Immunotherapie, dat is een behandeling waarbij
de patiënt een medicijn krijgt waardoor het afweersysteem agressiever wordt, waardoor die zelf de kanker kan aanvallen. Bij gerichte therapie krijgt de patiënt een medicijn waardoor bepaalde eiwitten in cellen geremd worden, waardoor cellen minder hard gaan delen of juist doodgaan. In vergelijking met chemotherapie hebben immunotherapie en gerichte therapie veel minder bijwerkingen. Welke vorm van kanker je ook hebt en welke behandeling je ook krijgt, het belangrijkste is dat je er zo vroeg mogelijk bij bent. Dus, doe mee met bevolkingsonderzoeken, maar ga ook vooral naar de dokter als je denkt dat er iets mis is. Des te eerder je erbij bent, des te beter we de kanker kunnen behandelen en misschien zelfs wel genezen.